Wat dik voor elkaar, jongen. Ze zitten hier aan de ze zijn bezig. Volgende week meer Frank Boeien. Want dan zitten we in de snelste Noordwijk eruit. En dit was het vandaag uit Middenmeer. Jongens, veel plezier bij de Dik voor elkaar show. Want hier zijn ze. Tot ziens. Daag! Ik hoor net van meneer de Groot dat het alweer een week geleden is. Ja, een week. Wat zeg je nou? Ja. Nou, als we nou klaar zijn met de algehele verbazing. Nou, ik kijk ervan op. 10 jaar lang hoor ik al een week, een week. En na 10 jaar zeggen ze, oh ja, is het een week? Oh ja, is het een week? Oh ja, is het een week? Oh ja, een week? Is het een week, mensje? Nou, nou is het klaar, hoor! Pip? Ja? Wat heb jij eigenlijk een verschrikkelijke grote voeten? Ach, dat is helemaal niet waar! Grote voeten? Dat is helemaal niet waar. Ik heb helemaal geen grote voeten! Helemaal niet, Tomo. Lekker volcano's! Nou, dan vind ik dat zo'n belediging. Nou, ik heb toch geen grote voeten. En waarom is het nodig, hè? Waarom is het nodig om dat te zeggen? Ik heb toch een klein maatje? Nou, ja, oh, je hebt een klein maatje. Klaar, gezeur over die grote voeten. Ah, goedemiddag allemaal. Hoi, Leo. Leo. Hallo, Leo. Mag ik even vragen, Beb? Zou jij even je schoenen uit de garage willen halen? Dan kan ik mijn auto erin zetten. Nee, nou wordt die mooi. Ik voel me klaar gezellig. Dik voor mekaar, zo is dik voor mekaar gezellig. Heb je je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan. En dan gaan we gauw beginnen. Hey Dik, wat jij het... Hey, alweer meteen, daar word je toch helemaal... Nou, dat is Marinus Hiddink. Die zit Marinus Hiddink, alsof er iemand op zit te wachten. Die zit thuis, met een probleem. Ik heb al wat, ik denk, nou, hoe zou het met Marinus Hiddink zijn? Iedereen heeft al gebeld. Heb je al wel gewoon van Marinus Hiddink die gehoord? Die vraagt wat het toppunt van... moet nog beginnen, hij is al bezig. Het toppunt van Durf. Hey? Wat is het toppunt van Lef. Toppunt van wie? Van Lef, van Durf. Toppunt van Lef, van Durf. Ja. Nou. De open haard aanmaken met de NCRV-gids. Met het programma, hè, voordat het weer ontaardt in een gigantische bende. Het eerste onderwerp. Nou, de grote is natuurlijk weer de hele week bezig geweest. Heeft verder niks te doen. Dus die heeft zich gebogen over de problemen van dit programma. En die is met briljante oplossingen gekomen. Oh ja, ook dan zijn we benieuwd. Nou, daar komt de eerste knaller. Nou, na deze stilte gaan we dan verder met de tweede kraan. Het is toch niet te geloven, hè? Waar ben je nou toch de hele week mee bezig, Groot? Wat gebeurt er nou in dat huisje van je, hè? Denk nou eens dadelijk in een hele dag op je nest te roken. Kan er niet even 5 minuten over nagedacht worden? Van wat zullen we zaterdag gaan doen, hè? Misschien mogelijk interviewtje, babbeltje, hè? Mensen uitnodigen, artiesten. Nee, hoor. Ligt maar gewoon achter die snor te snuffelen. En verder gebeurt er niks. Goedemiddag, allemaal. Hallo, meneer. Is er een feestje, heer? Goedemiddag. Hoezo een feestje? Omdat de stemming zo gezellig is, heer. Ja, gezellig, hè, die stemming hier, hè? Nou, hebben we Mr. Nobody weer. Wat komt hij nou weer doen? Nou, ik ben ook niet... Is dat Mr. Nobody? Ik ken hem ergens van. Was u hier vorige week ook niet? Nee, daar ben ik niet geweest, hoor. Nee? Nee, dat was ik niet. Dat is een ander geweest. Want kijk, ik heb nou, zie u wel, ik heb 2 oorbellen in. Oh, op zo'n manier. Zie u wel? Ja. Ach, natuurlijk. Ik denk al, ik kom er bekend voor, maar ik kon u nou, zie ik het, ja. Oorbellen? Helemaal wel heel gekke oorbellen. Ja, dat zijn drukbellen, dit. Drukbellen? Drukbellen. Met een batterijtje. Dan moet je in mijn lelletje knijpen. En dan... Oh, mag ik even in uw lelletje knijpen? Ga uw gang, hoor. Oh, wat leuk, wat leuk. Doet die ander het ook? Ja hoor, probeert u maar, hè? Ja. Ik heb nog nooit zoiets krankzinnig gezien, een man met drukbellen horen. Nou, we gaan maar in. Wat is er? Wat had je? Wat moet je? Ja, dan moet u bij mij niet wezen. Ik kom iedere keer binnen. Ik heb hem uitgenodigd, Dik. Oh, hij heeft wat gedaan van de week. Ja, ik heb hem uitgenodigd. Jongen, wat zou je er werk mee gehad hebben, hè? Hoezo? Ik ben wel even gaan liggen zeker daarna. Ja, hoe weet je dat? Nou, wat komt hij doen?
Dat zou ik ook wel eens willen weten natuurlijk. Wat kom ik doen? Ik heb u uitgenodigd. Was u dat? Omdat het van de week zo'n rommeltje bij u thuis was. Ja, wat een bende was het, hè, bij mij thuis, hè. Oh, wat leuk is dat, zeg. Ik kon er niet afblijven, hoor. Moest even weer. Ga u rustig uw gang, hoor. Ze hangen ervoor, hè. Nou, laten we dan van die man afblijven. Wat is er nou aan de hand? U kwam thuis. Het was een bende. Nou, en toen? Het was zo namelijk. Alles lag overhoop. Heel de kamer was overhoop gehaald. Waren er inbrekers geweest? Nee, absoluut niet. Maar het was overhoop gehaald. En de kanarie was... Lekker, hè? En de kanarie was verdwenen. Het is net of je een stukje leverworst knijpt. Vind je niet, Toos? Nou, ik heb het nog niet veel de kans gehad om het te Wil proberen. Wil je er ook even in knijpen? Ja. Ga nu gang maar, hoor. Leuk, hè? Heerlijk! Nou, zijn we nou klaar met lelletje knijpen? Ik word er niet goed van, zeg! Ik vind het wel prettig, hoor. Daarom heb ik ze ook speciaal aangedaan, hè. Maar, niemand kan er al blijven, hoor. Ik ga vaak naar de supermarkt ook, hè. Ben ik hele middagen. Hele middagen? In die hele middagen bij die supermarkt met die lellen? Ja, dan huren ze mij, zit ik op een stoel. En als ze dus boven de 10 gulden besteden, mogen ze even in mijn lel knijpen. Oh ja, maar dat was toen u thuis kwam, was het zo'n rotzootje. Oh ja. En ik hoorde dat... Om even terug te komen op het verhaal van een half uur geleden. De kanarie spoorloos verdwenen was. Oh ja. Wat verschrokken dat nou. Lekker, hè? Ik vind het zo leuk, ja, hè? Ja. Laat me nou eens van die lellen afblijven! Maar ik schrik net van wat u zei, was de kanarie weg. Ja. Oh ja. Die was weg. Hoe kan die kanarie nou verdwenen zijn? Daar begrijp ik niks van. Daar had u niks mee van doen. Misschien had hij het kootje opengezet, mensen. Hé, het kootje had ik niet opengezet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen vlak daarvoor had ik dorst en toen was er niks te drinken. Toen heb ik even een citroen uitgeperst. Zaterdag Hilversum 3. Nou, zouden we er nu eindelijk met het programma kunnen gaan beginnen? Of krijgen we dan meer flauwekul, hè? Nou, zullen we niet eens wat te zuipen nemen, mees, hè? Oh, ik zou wel wat lust, hè, Joop? Laten we nou even dit programma, hè? Het is toch niet 20 minuutjes in de week, hè? En het is alleen maar gewauwel, alleen maar gezeur over persoonlijke dingen. Nou, heb jij nog wat? Kom op nou eens met je plannen. Nee, hè? Oh, de moppen! Prijsvraag! Ja, nou had ik hem ook! Nou al, ja, ik zit toch in... meestal aan het eind van het programma? Waar denk je dat we dan zitten nu momenteel, de Groot? Zit het er weer op, mees, hè? Is bijna gedaan, hè, Jaap? Geloof het wel, hè, Joop? Dan ga ik vast eens mijn flesje bij elkaar zoeken. Nou, kom op met die vrouwenkul, wat was er voor leuks? Nou, dan komt de eerste knaller, hou je maar weer vast aan alle kanten, want dat wordt loeien, hoor. Staat een man bij de tramhalte. Staat een man, wordt ook leuk voorgelezen, gelijk een lekker vis, hè. Een man Je bent gelijk geïnteresseerd en je denkt, hé, hoor eens, heb je dat gehoord? Er staat een man bij de tramhalte, oh ja, staat er een man? Ja, ik hoor net van meneer de Grote. Met een vioolkist is al, Dick. Wat hoor ik nou, met een viool? Interessant, en vertel gauw verder. Ja, nou, komt de andere man naar hem toe. En nog een man erbij, wat een druk. Bij zo'n bushalte, ook in zijn verwerk, hè? Tramhalte. Tram, nou, dan waren ze wel twee trams ingooien dan, hè? Extra trams natuurlijk, hè? Nou, en toen? Zegt die tweede man. Die zegt tegen die eerste... Hij komt praten, hoor nou, die tweede man komt praten. Het is toch wat, hè? Wat een interessante mop kan dit worden, zeg. Nou, en toen? Die tweede zegt tegen die eerste... Die eerste kon horen. Met die vioolkist. Heb je het gehoord? Die eerste hoorde wat die tweede zei. En wat zei die tweede tegen die eerste? Die zegt dus, speelt u viool? Speelt u viool? Toen zegt die man met die vioolkist... Nou. Oh, heb ik hem aan laten staan? Heb ik hem aan laten? Klappen, hè? Wat een leven later, hè? Ik heb hier een hele serie van Kees van Vianen. Kees van Vianen. Oh, dat zijn altijd files, dus dat wordt wachten, hoor, om te lachen. Nou, daar gaan we, hoor. In Oost-Berlijn. Ik doe even mijn gordels om, dan weet ik zeker dat ik niet van de stoel af ga, hè, want in dat wordt gier, Oost-Berlijn, hoor. Dat is... Oost-Berlijn is vlak bij West-Berlijn. Ja, achter het IJzeren Gordijn. Ja,
Natuurlijk is dat vlak bij Westen. In Oost-Berlijn worden muren gebouwd voor het zogenaamde Moskou-cement. Van Moskou-cement. Wat is de mengverhouding? Die kousen ken ik niet. Wat voor kousen zijn dat? Moskousen? Moskous-cement. Cement uit Moskou. Oh, ik dacht van kous. Oh. En de mengverhouding is 10 delen zand, 1 deel cement en 1 deel microfoon. Even wachten hoor, dan gaan we te snel hoor. Hoeveel? 10? Ja. 10 delen zand. Ja. 1 deel cement. Mensen, laten we dat nou niet allemaal op. Wat gaat en 1 deel microfoons. Nou, ik wil het wel eens proberen. Lijkt me leuk voor de zondag, een stoeltje. Nou, kom op nou even met die moppen. We gaan eens recepten. Nou, ik heb hem dus nou al 6 keer verteld. Ik begrijp de mengverhouding ik van... Ik heb hem ook niet begrepen. Hoe gaat hij dan? Russisch cement. Russisch cement, ja. Joop. Ik hoor het wel. 10 delen zand, 1 deel cement en 1 deel microfoons. 1 deel microfoons, ja. Ja, dat is het. Dat is het. Mooi lachen, jongen. Wat een klapper, hè. Ja, dat vind je niet. Ja, vind je erg sterk. Weet jij, Dick, waarom roer... Ik begrijp niet met die microfoons. Dick. Eigenaardig. Weet jij waarom roereieren goedkoper zijn dan spiegeleieren? Roereieren? Ja. Oh, nobody is er ook. Die staat er gewoon bij. U moet weg. Oh, ik dacht dat er nog... Oh, is dat klaar? Zal ik hem er even uitrozen voor elkaar? Laten we nou eens gewoon normaal... Kom op, nou, wat was er nou? Wat is er nou? Weet jij waarom spiegeleieren duurder zijn dan roereieren? Nou, waarom? Net zei u hem anders, hoor. Toen zei u, weet u waarom roereieren goedkoper zijn dan spiegeleieren? Ik denk dat spiegeleieren duurder zijn, want er zit een haakje aan de achterkant om ze aan de muur te hangen. Nee. Oh. Spiegeleieren zijn duurder, want je kan ze natellen. Je kan ze na... Oh ja? Hoezo? Ja. Omdat roereieren door elkaar zitten en dan kan ik voor de gek. Hey Dick. Weet jij hoe je iemand wakker kan krijgen 's morgens? Nou, hoe kan je iemand wakker krijgen 's morgens? Dan moet je hondenbrokken onder zijn kussen leggen en dan wat de hond binnenlaten. Nou, hondenbrokken onder zijn kussen leggen? Ja, en dan de hond binnenlaten. Klaar! Gek van. Nou, en nog meer. Weet jij waarom oma Joop zijn ogen dicht houdt als hij dat weer over mij, meisje. Nee toch, een neukje drinkt. Ik geloof dat het nou over jou gaat, Joop. Wat is er dan met mij? Ik zal even vragen, wat is er met oma Joop? Waarom houdt oma Joop zijn ogen dicht als hij een neukje drinkt? Ik zal even vragen, Joop. Ja, wat is er, Joop? Waarom hou jij je ogen dicht als je een neukje drinkt? Ja, dat zou ik wel eens willen weten. Nou, anders ik wel. Omdat u van de huisarts te horen hebt gekregen dat u niet te diep in het glaasje mag kijken. Wat zijn ze gigantisch, hè, deze week. Ik geloof dat dit was van de Edwin Lindeman was dit. De beste week is dit. Aan het Kerkrade. Hoogtepunt. Dan heb ik hier de winnaar, Dick. De winnaar deze week is... Ongelooflijk, hè. Orten. Diep. De broer is deze uitzending. Broerdijk 183. Ik heb beroerde uitzendingen meegemaakt, hoor. Maar dit slaat alles, hè. Het is zo 0,0, dit programma, hè. Het daalt in een blubberachtige massa aan beneden. Het is... Een man is gaan bergklimmen. Het gaat maar door, in Oostenrijk. Hè. En die wordt verrast door een sneeuwstorm. Stoppen, dus hij raakt ingesneeuwd. Het is een visualisatie, het is een ding. Komt er een helikopter, die komt er van het Rode Kruis. Het gaat en die gaat door hem zoeken. Niemand zegt en van, zullen we weer stoppen, zullen we eerst er maar op en zullen we en dan langs zoeken, zien ze hem tegen zo'n bergwand ingesneeuwd. Hoor eens. Ze roepen ze vanuit de helikopter. Wij zijn van het Rode Kruis. Ja, zet die man, ik heb vorige week al gegeven. En klaar. Kullen. Zou ik nog even mogen knijpen misschien, meneer Nobody? Heerlijk. Thuis heb ik nog meer dingen, hoor, als u van knijpen. Ja, wat heb u dan? Nou, als we daarover gaan beginnen, weet ik er ook nog wel een paar, mensen. Laten we het nou eens beschaafd houden. Er zitten mensen te eten thuis. Doe nou eventjes, hè. Nou, kom op, de groot, jij hebt nog een paar knallers. Nou, dan kom eens, hoor. Hou je maar weer vast, hoor. Nou, ik heb van de week iets bijzonders meegemaakt. Oh, hij heeft iets bijzonders meegemaakt. Ja, ik zat... Toos, meneer de Groot heeft wat bijzonders meegemaakt. Nou, en die maakt toch altijd bijzonders? Zondere dingen mee. Oh, daar ben ik wel geïnteresseerd natuurlijk. Hè? Ik maak namelijk nooit wat mee.
zal ik even vertellen. Nou, misschien is dat voor die koppeljongens ook wel interessant om te horen natuurlijk. Als u wat bijzonders hebt. Nee, ik zat van de week in de trein. Hij zat in de trein. En toen kom hier maar even naast me staan, meneer Nobody. Ja, ik kom hier naast u staan. Ja, sta ik zo goed? Ja, zo staat u goed. Hé, wat zijn dat voor dingen? Hey, wat leuk. Leuk, hè? Dat zijn oorbellen. Leuk zijn die, hè? En ik zit in de trein, toen komt de conducteur. U laat er wel iedereen in knijpen, geloof ik, hè? Iedereen wil knijpen, want ze hangen ze voor, hè? Daar hangen ze voor. En toen komt de conducteur, die zegt, meneer, u hebt een kaartje voor... Als ik dus in de supermarkt ga, ik om 6 uur, ik zit dus van 2 tot 6 in die supermarkt. Nou, dan heb ik hele rode oorlellen, hè? Ja, wat vind je het... Sommigen blijven knijpen erin, hè? Zal ik even doorvertellen? Natuurlijk, wat u wil, hè? Ja, ik zat dus in de trein, toen komt de conducteur, die kijkt naar mijn kaartje. Maar vorige week was er een mevrouw, die kneep er ook in en die zei, doe maar onsje. Oh ja. En die zegt ook wel eens, dit is een kaartje voor Haarlem. En deze trein gaat naar Utrecht. De trein gaat naar Utrecht. Ja. Nou, kom op, die man zat met een treintje voor Haarlem en de trein ging naar Utrecht. En wat zei die man toen? Nou, dan mag u de machinist wel even waarschuwen. Absoluut dieptepunt. Nou, ik vond het wel aardig, hoor. Als u ook thuis van die dieptepunten heeft... en u denkt van, nou, niemand wil dit aanhoren... stuur het gerust aan ons op. Het is NCRV. Schutters wegpakken, beet. Gooi je maar ergens in een bos neer. Komt altijd anders. Altijd wel een gek die hem in de gleuf van de NCRV wil douwen. Schuttersweg 8 tot 10. Dan maakt u dus kans. 1200 pz. Om het, heel veel zin. Op een schitterend los vastpakket. Nou... Wat erg, hè? Weet je wat gebeurd, hè? Wat is er? Hè? Wat is er gebeurd? Het is over, het is uit. Ja hoor, dat was hem weer, hè? Wat een opluchting. Het is net of hij een paar hele nauwe schoenen uittrekt die een dag hebben al gehad. Dit was hem weer, de Dik voor elkaar show. Graag de volgende week. Meneer Rietkamp zal vertellen wie er allemaal mee hebben gedaan. Nee, ja, bij jou en de politie en... En de plaatselijke organisatie. Ja, weet ik en de gevarieerd van de NCFV. Onbelangrijk allemaal. En de EHBO heb jij die al genoemd, Dik. Goedemiddag! Hey, de EHBO. Dankjewel, meneer voor elkaar. En dit was het weer. NCFV los vast. En het kwam vandaag rechtstreeks uit de oude beurs in Middenmeer. Met dank aan Peter Jongbloed, Alek Martel, Mick Vroeling, Ben van Es, Vincent van Jaan, John Kriek, Ferry de Groot, Jan Rietman en André van Duin. Het geluid en licht tegelijk maken. De Cor, Frans Hiepman, de Losvast Security, de NCRV persdienst, afdeling gevarieerde programma's radio, WTT, EHBO, politie, het facilitair bedrijf van de NOS en natuurlijk de plaatselijke organisatie hier in Middenmeer. Volgende week natuurlijk weer een hele grote Losvast jubileum spektakelshow. Dan komen we rechtstreeks uit de Schelf in Noordwijkerhout. Met onder andere Mai Tai, de Losvast Band, BZN en Roberto Giacchetti en de Scooters. Hoi zo, voor namaak, mensen!